ben Martin Oosthoek en ik ben schaapsherder, ja, stadsherder eigenlijk. Wij lopen met onze kuddes in stedelijk gebied. Met onze schapen doen we stadsparken, natuurterreinen en wegbermen begrazen. We zijn hier al in mijn stal, serre, kas. Dit is de winterverblijf voor de schapen. En hier lammeren de schapen af. Dus hier krijgen ze de lammetjes. Iedere jaar houden we een lammetjesdag. Dan is iedereen van harte welkom om op ons bedrijf te komen kijken. Waarschijnlijk lopen er iets meer, huppelen er iets meer dan 1000 lammetjes dan al rond. En dan kunnen die geaaid, geknuffeld worden. We doen een aantal demonstraties met de honden. En rondleidingen. En we maken er gewoon een hele gezellige, feestelijke dag van. Ons plan voor het stadsinitiatief is, deze stallen die we hier hebben, die moeten weg. En we hebben de mogelijkheid van de gemeente Rotterdam om ergens anders in te trekken. Alleen daar moet heel veel aan verbouwd worden. En die boerderij willen we openstellen voor het publiek. Dus een echte belevenisboerderij, een educatieve, recreatieve schapenboerderij willen we daar realiseren. Ja, we kunnen alles gewoon in de supermarkt kopen. Het is er. En waar het precies vandaan komt, dat weten we eigenlijk niet. Mijn passie is met die boerderij om alle kinderen in Rotterdam duidelijk te maken dat melk van een koe komt. En worteltjes uit de grond.